Vrienden, allerhoogste tijd voor Harry's Bami. Ja, Jut en ik, ja, wij eten hem al een tijdje. Ja, dus ik zeg tegen Jut, ik zeg luister, het hoogste tijd dat we dit recept gaan delen met onze volgers. Want die houden daar ook van, natuurlijk. Bami. Wij gebruiken dan zelf eiermie. Hey, maar je kan ook gewoon Bami gebruiken, tuurlijk. Nou, dan gaan we, hè, met Harry's Bami. We beginnen met een worteltje. Ja, vrienden. Gewoon klein snijden en die gooien we in de pan. Kijk, en dat laat je gewoon lekker 2 minuten gaan. Die worteltjes. En dan gaat er prei bij. Ja, 1 preitje, hè? Ja, want wij doen dit voor 2 personen, is dit recept. Dus doe je voor 4, alles dubbel. Ja, nou, en dan laat je die prei en die worteltjes, die laat je nog even lekker samen gaan in de pan. Ja, dit is klaar. En nu ga ik dit even apart zetten, ja. Even wachten. En dan gaan we beginnen met de champignons. Dat zijn ze. Kijk. Hop. En daar gaan we, jongens. En die gaan we eens even lekker bakken. Er gaat nog een beetje zout op natuurlijk. En een klein beetje peper. Ja, even voor de smaak. En dan gaan we dat lekker gaar laten worden. En dan gooien we straks weer de hele handel bij elkaar. Oh, jongens. Vrienden, champignons klaar. En daar komen onze worteltjes. En de prei, die gaan weer erbij. Zo. Die Harry's Bami, die wordt zo lekker. En daar gaan dan deze kruiden bij. Gewoon Bami kruiden. Niks speciaals, jongens. Luister, dit is snel, simpel en smakelijk, hè. Gewoon van Koning Max. Half zakje, hè, voor 2 personen. Komt die erbij. Hoppakee. Zo. Lekker door elkaar. Volgende stap, vrienden. Kip. Ja. En weet je wat je dan doet? Je neemt gewoon een beetje ketchup, je neemt een beetje sambal, je neemt peper en zout en je neemt een beetje knoflook. En daar laat je die kip even lekker in marineren en dan ga je hem bakken. Ja, dat gaan we doen. Ruikt het nu al, hè? Jullie kunnen het ook al bijna ruiken. Het is zo lekker. Kipgaar, helemaal goed. En dan gaan we even verder met de groenten, want nu komt ie. Nu komt de clue, de truc van Harry's Bami. Let goed op. 1 ei. 4 personen, 2 eieren dan, hè. Eitje, let op, gaat hierin. Hoppakee. Even een beetje, even klutsen, jongens. En dan gooi je dat dus in het midden van de groente. Hoppakee, komt ie. Zo. En kijk, let op. Dan gaat het ei, ga je hier gewoon doorheen fietsen gewoon. Door die groente heen. Ah, jongens. En dat geeft zo'n geweldige smaak. En dan gooien we hier weer de kip erbij. Hop. Kijk, gaat ie. Gaan we die eventjes weer lekker door elkaar husselen. En intussen heb ik natuurlijk de Bami al lang gedaan. Hè? Gewoon doen zoals het op de verpakking staat. En die gooien we er dan weer bij. Zo. En dat gaat dan door elkaar. De Bami en de hele handel. En dan kan je ook nog eens een keer, let op. Ja. Hey vrienden, maar dat is een ander filmpje. Die kan je erbij doen. Harry's satésaus. Ja. Ik ga hem even proeven. Ja. Ja. Lekker. Lekker. Lekker.